Hoi, welkom bij de leukste serie van het internet, Rick Koopt Shit. De serie waarin ik Marissa Pimpas krijg en dan iets mag kopen, wat meestal veel te duur is. En waar zij dan iets mee moet maken. Ja, ik heb weer geen idee wat je nu weer voor me hebt zitten kappen. Rick heeft blijkbaar weer iets gekocht. Oké, kom maar door. Wat is het? Zal ik je eerst wat over vertellen, het is vorige keer? Want mag ik het niet eerst zien? Nee, want dan weet je meteen wat het is. Of nou ja, waarschijnlijk niet. Maar weet je nog onze vorige video waar wij samen iets moesten natekenen uit het echt? Ik zat dus echt diezelfde dag op internet te scrollen, zoals ik nooit doe. En toen kwam ik dus iets tegen waarmee dat een stuk makkelijker zou moeten kunnen zijn. En wat nog grappiger is, dit is dus een apparaat wat je daarvoor kunt gebruiken. En dat apparaat, dat patent komt uit 1800, maar dat is gebaseerd op iets uit 1600. En ze hebben het erover dat zelfs in de 15e eeuw dit apparaat, of in ieder geval een vorm van dit apparaat, al gebruikt werd. Sterker nog, er zijn mensen die zeggen dat bekende kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Jan van Eyck, die kun je misschien kennen van dit schilderij, dat die misschien zo'n soort apparaat hebben gebruikt om zo goed dit soort dingen te kunnen natekenen. Ja, dat mensen die van die gebouwen en dat soort dingen natekenen, het schijnt dat die vaak zo'n apparaat als dit gebruiken, maar dat dan niet zeggen. Wat is het? Ja, oh, sorry. Blijkbaar iets heel vintage-achtig. Nou, dat valt wel mee, want dit is dus de moderne versie, maar het is dus gebaseerd op een apparaat dat heet de Camera Lucida. Het is Latijn, dus het zal vast zijn Camera Lucida of zo. Ja, whatever. Het betekent verlichte kamer en het is dit. Ik zie nog steeds niks. Laat het maar nou zien. Ik weet nog steeds niet wat het is. Maar je kunt uit de afbeelding wel opmaken wat het doet, toch? Ik denk dat ik hieruit kan opmaken dat je dit ziet, maar dat weerspiegelt hij dan. Volgens mij heb ik dat een keer gezien op Instagram als reclame. Dus wat ik ben superleuk. Ik ben echt heel benieuwd of het ook echt zo makkelijk is als dat het lijkt. Zal vast niet. Nou, ik wou net zeggen, ik denk dat het best wel moeilijk is, omdat het misschien heel erg vertekent. Dat is dus ook wat het weg heeft gegeven, of waarvan ze zeggen dat het al bekende artiesten dat dus hebben gebruikt. Klopt. En dat dat dan precies overeenkomt met hoe je dat dan in zo'n Camera Lucida. Okay. Ik ben heel benieuwd. We gaan hem openmaken. Gaan kijken wat erin en zit. En volgens mij viel het best ook wel mee hoe duur die was. Hoe duur was die? 300. Ik weet niet. Nee, echt? Nee, is een grapje. Ik heb geen idee. Nee, maar mensen thuis vinden dat. Jij gaat dat even opzoeken. Ja, ik zet het nu in beeld. Ik heb wel meteen al. Ik ga beginnen met iets heel normaals na te tekenen. Maar ik heb al wel iets bedacht voor het einde van deze video. Waar ik jou voor nodig heb. Oh nee. Dit zit erin. Ja, het stelt niet heel veel voor. Nee, maar we hebben er wel een mooi tasje bij. En een poetsdoek. En een handleiding. Kijk, dit is wat erin zit. Een tasje, een poetsdoek, een handleiding en het apparaat natuurlijk zelf. Maar ja, goed, meer heb je natuurlijk ook niet nodig. En de heerlijke geur van plastic. Is dat zakje? Oh, dat ruikt naar luizen, vlooienband. Nou, die doen we weg. Oei. Waarom hebben we altijd stinkproducten? Ja, weet ik niet. Ik doe me echt even weg, hoor. Oké, dit is het. We hebben hier een klein spiegeltje. Het zijn gewoon spiegels. Oké, ik heb echt nog geen idee hoe ik dit ga gebruiken, maar daar kom ik zo meteen wel uit. Doen we dit aan de tafel. Nou, dit kan... Kind kan de was doen. Ik zie nog niks. Hij is stuk. Nee, ik neem aan, als ik hier op het plaatje kijk, zie ik dat ze daarna gewoon in het gaatje gaan kijken. En hetgene dat ervoor staat, kunnen ze dan dus letterlijk op het papier natekenen. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd of we dit kunnen laten zien aan jullie door erin te filmen. Tuurlijk. Want of we dat effect ook. Tuurlijk. Maar ik wil dat überhaupt eerst zien wat ik zie. Wacht. Ik pak even een papier. En dan zet ik aan de overkant een Creachick dopperflesje neer. Zo. Die zou ik dan moeten zien, als het goed is, door het gaatje. Ik ga dit proberen. Even kijken. Oh! Nou! Dat is moeilijk te zien. Je ziet het wel. Kijk, ik zie daar wel zo'n flesje staan. Oké, nou, zoals jullie het op de camera zien, dat is wel ietsjes lichter nog dan dat ik het zie. Ik zie het zelf ietsjes beter. Maar dit is wel een beetje hoe je het moet zien, zo dat je net die vorm eigenlijk er doorheen gespiegeld ziet. Maar goed, je ziet het wel. Maar het is niet heel makkelijk te zien nog. Jij denkt dat als we de studiolampen uitzetten, dat het dan misschien anders is? Ja, ik denk dat ik het er op zich wel mee moet kunnen, hoor. Zal ik hem gewoon eens proberen te omlijnen? Kijken of dat lukt. Oké, even een beetje recht. Het is niet van, je zet het even neer en we doen dit gewoon. Maar ik ga het gewoon proberen. Nou, nu zie ik mijn haar. Wacht even. Weet je wat ik doe? Ik teken hem in één keer door en ik ga gewoon nu even niet mijn ogen van de... mijn appelwang duwt dat ding alle kanten op. Nee, oké, je moet wel stil blijven zitten, Marissa, want het is moeilijk. Misschien had ik mijn bril op moeten zetten, maar ik
wordt een beetje schil. Het is wel echt heel moeilijk. Nou, ik heb hem nu dus overgetrokken en ik heb hem niet in het echt gekeken hoe dit eruit ziet. Ja, ik weet niet. Ik had toch wel het idee dat ik dit zeg maar in het echt wel beter zou kunnen. Zal ik hem nu eens tekenen zonder dit ding? Oké, wat me opvalt is dat ik sowieso vanuit een ander perspectief kijk dan dit apparaat. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want het apparaat zit hier. En als ik vanuit hier kijk, dan klopt het redelijk met wat ik hier zie. Ik merkte zelf ook wel dat ik dat flesje eigenlijk wat te kort maakte. Dus ik heb hem al iets verlengd, want ik zie wel dat hij hier wat langer is. En hij is in het echt natuurlijk ook best wel lang. Dus je tekent het wel beter na eigenlijk als je dat door het apparaat ziet. Maar makkelijk is het niet. Ik vind niet zo van, oh, we gaan even lekker stiekem afkijken. Pak mijn apparaatje erbij. Maar misschien moeten we ook gewoon iets moeilijkers nemen. Wil jij het eens proberen? Oh, je moet er ook echt wel heel recht voor blijven zitten. Ja, als je een beetje heen en weer wiebelt, dan verplaatst het hele object. Maar inderdaad, je kunt dan de contrastdingen zoals je Creatic logo kan je goed zien. Maar die tekst die hier op de fles staat, die zie je niet. Nee. En ik moet zeggen dat de dop ook wel wat lastiger is. Ja, zoiets. Wacht ervoor. Ja. Voel me net zo'n piraat en met zo'n ooglapje op. Nou, ik moet zeggen, dit had ik niet beter kunnen doen, denk ik. In ieder geval niet in dezelfde verhouding als ik het zelf had gedaan. Nee, ik vind hem echt goed gelukt. Ja, ik denk dus serieus dat inderdaad wat jij zegt, dat het voor gebouwen... Ik zou wel heel graag een gebouw willen tekenen nu. Zullen we gewoon... Het is droog. Het is wel heel smerig weer vandaag. Maar het is droog, dus het kan wel. A few minutes later. Echt, ik zit hem hier los te schroeven. Hè? Het is echt na 2 seconden geleden dat ik zeg, het is nu in ieder geval droog. Nou, kijk hoe hard het tekeer gaat. Nou echt, dat was echt een bui van een minuut. Het is alweer droog. Ik heb net buienradar gecheckt. We hebben precies een uur, als het goed is, tussen de buien door. Dus we gaan het erop gokken. Ik ga mijn schoenen aandoen. Kom mee, we gaan naar buiten. Moet jullie eigenlijk wat vertellen, jongens? Dit is mijn nieuwe huis. Ik heb het gekocht. Nee, kan ik niet betalen. Oké, maar dit is het huis dat ik ga natekenen. Ik sta er alleen net niet helemaal lekker recht voor met mijn auto. Maar ik denk dat dat wel leuk is. Want dan heb ik juist een moeilijker perspectief. En dan ga ik hem dus zo proberen na te tekenen. Want kijk, ik zit hier. Ik ga zo meteen hier zo zitten. En we hebben helemaal iets bedacht, hè? Kijk. Welkom bij mijn professionele buitentekenstudio. Maar volgens mij moet dit best wel werken. Hij zit best wel stevig ook. We gaan eerst eens even kijken überhaupt of we hem erop krijgen zo. Misschien moeten we wel verder weg parkeren. Dat wordt dan wel lastig. Nou, dan rijden we gewoon daar bij die mensen de stoep op. Weet je wat een beetje lullig is? Volgens mij is dat huis te groot voor mijn papier. Want dat kan ik natuurlijk niet verkleinen of zo. Nee, dan moet je echt verder weg gaan staan. Nou, ik denk dat ik hem nu redelijk goed heb staan. Ik kan niet mega goed zien, maar we gaan het gewoon proberen. Oh, en nog een tip als je dit gaat doen. Scheer jezelf kaal. Wat is dit nou? Ja, ontzet dit vast. Want ik zie alleen maar mijn eigen pony. Ja, dat is niet handig. Oké, wacht. Ik ga dit even... Ik heb natuurlijk geen clipjes meegenomen of zo. Even achter mijn oren plakken. Een tondeuze mee? Nee. Dit wordt helemaal een video, een jongens. Een wasknijper. Ik ga dit proberen. Ja. Maar makkelijk is het niet hoor. Want dit ding op mijn schoot wiebelt alle kanten op. Oh, ik heb inmiddels wel een beetje door hoe je dit moet doen. Je moet in de verte kijken. En als je in de verte kijkt, dan zie je het huis net als in het echt. En dan focus je je linkeroog, dus die niet door dit dingetje kijkt. Die focus je daarna op je papierscherp. En dan doordat je rechts weer in de verte en links weer op je papierscherp staat... Dan gaat het goed. Dat is nog best een kunst. Kijk, ik zie hier nu bijvoorbeeld heel goed vogels zitten. En hier. Kijk maar in het echt. Zie je, hier zit één vogel en hier zit een vogel. Op die dakpuntjes. Zie je dat? Kan ze heel goed zien nu. Maar het is moeilijk. Nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo van, dit is makkelijk, ik heb het overgetrokken. Nee, het is best een kunst dit. Dit vind ik echt heel knap als je hier goed mee kunt werken. Dit is het beste dat ik ervan kan maken, want nu kan ik er niet meer doorheen kijken. Nu krijg ik hetzelfde effect als met die letters van de dopper. Ja, je ziet wel dat het om hetzelfde huis gaat. Maar of het perspectief echt helemaal goed klopt, I don't know. Ik denk dat ik dat uit mijn blote oog... beter zou doen, ja, maar zeg maar. Het is vooral niet zozeer perspectief, het is vooral de verhouding, denk ik. Weet je waar ik dus net achter kom? Als ik zo kijk, dan is het inderdaad heel moeilijk om te zien op het witte blaadje. Maar zodra ik het witte blaadje weghaal, dan zie je het echt zo goed. Oké, we gaan tekenen op zwart papier dus. Ja. Volgens Rick is het dus makkelijker te zien op een zwarte ondergrond. Ik heb dat nog niet gezien. Dit is... Oh! Oh! Dat is heel veel beter. Oké. Zwart papier, dan ga ik het laatste proberen na te tekenen. Kijk of dat makkelijker gaat. En ik ga iets heel moeilijks maken. Ik heb wel jouw hulp nodig. Ik ga proberen jou na te tekenen. Oh nee. Maar dan op zwart papier. Maar dan moet je wel eventjes zoals in de oudheid ook poseren. Oh ja, ik zal mijn broek alvast uitdoen.
Ik heb mijn haar in een ethisch schuif, want dan zit het niet zo ervoor de hele tijd. Je moet wel eventjes natuurlijk zo'n Michelangelo look aannemen. Ja, zo peinzend. Dit is de peinzende Rick die ik nu ga maken. Dit straalt wat uit. Oké, let's do it. Je kan het op zich best goed zien. Ja, maar volgens mij lukt dit echt geweldig. Als ik het zo hoor, weet ik niet nee. Hoe serieus dit nee, is. Nee, volgens mij is het echt geweldig. Ik kan zelfs de vouwlijnen nu gewoon zien. Ja, dat zwarte is dat zwart is heel veel makkelijker. Maar ik heb nog niet gezien in het echt, nee, hè? Nee, maar dat maakt niet uit. Kijk, meer dan dit kan ik niet zien, want hier zit de tafelrand namelijk. Ja, nu kan ik niet meer echt... Nou! Ja, nee, maar dit... Kijk! Oh! Ja! Nee, valt me alles mee. Of wil je mij natekenen? Wacht, dan doe ik dit weer. Oh nee. Dat is helemaal niet slecht. Kijk nou. Nou heeft het nog niet super veel detail. Maar goed, als jij daar nu zou blijven zitten. Ik heb wel jouw basis. Zit echt goed. Ik vind het echt niet verkeerd. Nee. Als ik nu jou hier nu zou zien zitten, dan zou ik nu met deze schets heel goed kunnen uitwerken. Je kon precies zien waar je ogen zaten. Ik denk dat jou, om de outline alleen te maken, jou dit ook heel goed gaat lukken. Ik ben echt serieus, ik ben echt helemaal verrast. Oké, ik sla hem om. Dan ga ik nu daar zitten, ja? Kijk, zo zie ik er in het echt uit. Dan ga ik proberen heel stil te blijven zitten, daar ben ik niet zo goed in. Nou, ik moet niet te veel bewegen. Jij doet het prima. Maar dit is inderdaad goed te zien. Maar dat is het probleem wel een beetje. Dat je nu probeert even te bewegen, zodat je net even wat meer ziet. Ja, maar dan verplaatst het. En daardoor verplaatst het inderdaad. Ja. Dus ik kan nu niet zo goed inschatten hoe je been nu hier zit. Oké. Niet boos op me worden, want het is wel een klein beetje... Ik ben heel benieuwd. Laat het me zien. Een lelijke versie van jou. Nou, ja, het is ook een snor heb gekregen. Ja, dat waren je lachen. Maar je ziet op zich wel dat ik het ben. We probeerden van alles te tekenen, van dopperflesjes tot aan huizen die we buiten hebben nagetekend. We hebben zelf portretten gemaakt van elkaar, die op zwart papier dus eigenlijk heel veel beter werkten dan op dat witte papier. Conclusie, het werkt best wel goed, maar het is niet makkelijk. Het is niet van, oh, dus je hebt dat apparaatje gebruikt, oh, zo kan ik het ook. Nee, dit is ook weer een skill die je moet ontwikkelen. Het is echt niet makkelijk om hiermee te werken, maar ik zie er op zich wel de voordelen van in. Of ik het ook daadwerkelijk zou gebruiken als ik ooit nog eens een keertje iets teken, weet ik niet. Ik denk dat ik het weer te veel moeite zou vinden om het te pakken. Maar mocht je nou echt inderdaad gebouwen tekenen, je zit net op een bepaald punt dat je denkt, ik kom er net niet lekker uit of het perspectief klopt of de verhouding klopt, dan heb je wel een doel ervoor. Het werkt best wel goed, maar wel beter op zwart papier dan op wit papier. Wat vond jij ervan? Ja, ik vind het wel een grappig ding. Het is leuk. Had wel verwacht dat je het iets beter zou zien. Zeg maar, ik had verwacht dat hoe je het op het zwart papier ziet, dat je dat op het witte papier ook zou zien. Ja, witte papier is moeilijk, hè? Dan zie je inderdaad echt alleen maar een beetje een zwarte contrast, maar echt de details lastig. Ja, maar dan zie je echt de dingen die veel contrast hebben, die zie je goed. Maar met zwart papier is het gewoon alsof je naar een doorzichtige foto kijkt. Ja, ik zou het niet adviseren van, oh, ik kan niet tekenen, dus ik koop dit apparaat en dan kan je het in één keer wel. Het is nog best wel lastig. Ja, misschien als je een lens hier nog op zou hebben, maar ja. Dan kun je net zo goed een microscoop gaan gebruiken. Ja, dan kan je gewoon net zo goed je foto uitprinten. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, dat is ook wel grappig. Want er was iemand die gebruikte dus dit apparaat. En die was er zo erg ontevreden over dat dat ertoe heeft geleid dat hij fotografie heeft bedacht. Echt? Ja, serieus. Nou, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk om het uit te proberen. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van dit apparaat en of jij dit ooit zou gebruiken als jij gaat tekenen. Laat me even weten hier beneden in de reacties. Ik ben vooral benieuwd of ik het zal gebruiken bij een volgende challenge. Vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren en dan zien we jou hopelijk heel snel weer terug in een volgende video. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei! Doei. Nou, ik ben heel benieuwd wat je nou de volgende keer weer gaat zitten bestellen voor me. Maar ik vond dit echt heel leuk. Ja, toch grappig, toch? Ja, werkt verrassend goed. Nou, ik denk dat de volgende niet zo'n succes gaat worden, hoor. Oh jee.